weer Seedorf. Reiziger natuurlijk. Misschien aan de andere kant. Amaral die loopt zich wezenloos. Taubent. Frank de Boer. Seedorf. Giovanni, alleen Ronaldo voorin. De Boer. Beetje tekort, beetje erg tekort van Bronckhorst. En dus mag Leonardo de paas van Donizete. Hij stelt het zelf goed van Bronckhorst. Dat is cool van der Sar. Zeggen dat zo bedoeld was. Seedorf. Bergkamp. Eens door op Ronald de Boer. Gonçalves. Ja, Nederland moet zich toch even herstellen. Die tik die Brazilië uitdeelde kort na de gelijkmaker. Stam kan alleen terug. Frank de Boer. Jong Bergkamp. Ja. Vitellis vindt dat soort dingen dan ook goed. Hier had hij toch wel voor mogen fluiten. Want zo kun je als aanvaller natuurlijk helemaal niks meer. Donizete met Jonk. Bergkamp en Seedorf. Doorzichtig, het duurt ook te lang. Leonardo. Een mooie zweefduik uiteindelijk van Ronaldo. Dan krijgt Stam geel vanwege het theaterstukje van Ronaldo. Dit is 9.6 bij het schoonspringen. Kijk, het is natuurlijk wel een overtreding van Stam, dat is duidelijk, maar trapt niet eens. Duwen. Maar goed. Brazilië. Via Amaral. Leonardo. André Luiz. Gonçalves. Giovanni. Brazilië krijgt alle tijd om de bal rond te spelen. Tot hier dan. Taubent. Is hem alweer kwijt. Het is wel heel erg dolle wat Cafu daar deed ten opzichte van Taubent. Seedorf. Van Stam. Het gevaar nog niet voorbij. Ronaldo. Ronaldo. Ja, ja. Heel veel miljoenen had Barcelona voor hem over.
Zo nu en dan in deze wedstrijd laat hij zien waarom. Reiziger. Ronald de Boer op links wacht van Bronckhorst. Taubent. Bergkamp. En nu Bergkamp. Taubent. Dat is goed. Van Bronckhorst. Prima aanval van Nederland. Goed paasje van Bergkamp. Precies daar waar de Kroes er niks meer mee kan doen. Dan komt die bal bij Van Bronckhorst. En die doet dat bepaald erg goed. Centimeters. Goeie acties van Van Bronckhorst in de tweede helft. En waar hij in de eerste helft nog niet echt loskwam. Ze nu toch al twee keer laten zien waar hij toe in staat is. Amaral. Donizete. André Luis. Sterk. Leonardo. Amaral. Ja. En Leonardo was al terug. Leonardo die wellicht nog zich herinnert van de rode kaart in Amerika vanwege de elleboogstoot. Newman. Frank de Boer en weer Newman. Bergkamp. Goed meegegeven. En nu? Jammer. Van Bronckhorst kwam er op het laatst net niet uit. Maar kijk eens. Mooi gedaan van Bergkamp. Goed gedaan ook van Bronckhorst. En hier raakt hij de bal net niet lekker. Geen overtreding. Kans voor Ronald de Boer. Bijna. Terwijl u nog even keek naar Van Bronckhorst. Nu man, het wordt wat feller. En Dellis heeft toch zijn fluit bij zich. Blijkt nu Jonk. Seedorf. Wacht weer wat lang. En stelt het. En krijgt een vrije trap. Stam is voorin. Op de Boer. Goeie poging, Frank de Boer. Stam dus niet. Wel Frank de Boer daarachter. Dat is moeilijk. Carlos Germano stond weer op de goede plek. Kan toch zo langzamerhand geen toeval meer zijn. Ronaldo. Overtreding Reiziger. Bronckhorst en Bergkamp. Taubent gaat. Moet nu inhouden.
Leonardo. En Frank de Boer die goed oplet. Numan en Van Bronckhorst. Bergkamp. Met een gelukje, Jong. Met een gelukje, Taument. En een overtreding. En dus komt Frank de Boer al naar voren. En als hij net zo'n pegel in huis heeft als in de competitiewedstrijd van Ajax tegen AZ van de week, dan is het 2-2. Maar dat is makkelijk gezegd. Kijk, hier de overtreding op Taument van André Kroes. Carlos Germano zet de muur. En een gele kaart voor Ronaldo inmiddels. Omdat hij niet voldoende afstand nam. Frank de Boer en Ronald de Boer bij de bal. Bergkamp en Taument proberen de muur zo lastig mogelijk te maken. Frank de Boer. Ja, dit is Ronald, maar dat geeft niet. Ten slotte is het de tweeling. González. Gebeurt zelden dat de Brazilianen zo uitverdedigen. Hij werd er wel een beetje toe gedwongen door deze Bergkamp. Nu staan er flink wat Brazilianen op van de bank. En dan zullen we in het laatste kwartier nog wel de nodige wissels krijgen. Numan. Van Bronckhorst. Minuten nog. Heeft Nederland om gelijk te komen. Taument. Erg actief Taument. Goede kans in het begin. Of goede kans. Was moeilijk zat. Het is een mooi hakje van Donizete, maar hij zette er ook Ronaldo een beetje mee op het verkeerde been. Gelukkig maar. Jonk. Numan. En Van Bronckhorst. Taument. Van Bronckhorst ligt. Dan kun je wel voordeel geven, maar je bent wel een speler kwijt even. Jonk. Seedorf. Nee. Frank de Boer. Van Bronckhorst weer. Numan. Ronald de Boer. En Van Bronckhorst. Zoeken. Zoeken, zoeken. In de hoop uiteindelijk wat te vinden. Jonk. Reiziger. Bergkamp. Mooi. Reiziger. Ja, uit van de bal gelopen. Dat is voordeel. Seedorf. En. Bergkamp nog. En dan is er gevlacht voor buitenspel. Mooie actie van Ronald de Boer. Jammer dat hij daar geen vervolg aan kon geven. Hier is Seedorf. Een goede paas op Ronald de Boer. Die doet dit erg goed natuurlijk, maar dan is deze voorzet te ver.
en eindigt het uiteindelijk in buitenspel. Van Gastel is de volgende debutant in oranje. Hij heeft tenminste zijn trainingspak uitgetrokken, dus het lijkt me logisch dat hij er zo in gaat komen. Reiziger. Jean-Paul van Gastel dus, met nummer 15, komt er zo in. We kijken naar Numan. Jonk. Taument. De Jonk. Bergkamp. Ja, het is heel moeilijk daar. En dan denk ik dat Jonk eruit gaat zo direct. Dan zal Ronald de Boer in combinatie met Van Gastel die as in het midden gaan vormen. Denk ik dan maar. Seedorf. Te doorzichtig. Giovanni. Ronaldo. Seedorf weer. En Ronald de Boer. Taument. Ja. Overtreding Taument nadat hij de bal verspeelde. Dus tijd voor de wissel. Als Dallas dat tenminste ziet. Amaral ligt geblesseerd op de grond. Volgens mij. Lag geblesseerd op de grond. Dan gaan we nou wisselen of niet? Ja. Jonker dus uit. Dat zal hem geen deugd doen, Wim Jonk. Van Gastel erin. Van Willem II naar PSV, naar Oranje. Dezelfde van PSV, van Willem II naar Feyenoord natuurlijk. Stam ging van Willem II naar PSV en naar Oranje. Zo is het. Leonardo, kan hij dat belopen? Dat kan hij. Ineens vier Brazilianen voorin. En dus moet Numan dit doen. Een mooi gezicht voor de dugout staan. Zes Brazilianen zich simultaan warm te samba. Hè? Op commando worden daar de nodige bewegingen gemaakt. Het is echt heel mooi om naar te kijken. Maar die hoekschop is toch wat interessanter. Alleen Leonardo daar wel erg veel tijd voor. Van de Sar, één vuistje. Via André Kroes de bal over de zijlijn en dus mag Reiziger gooien. Bergkamp komt daar niet aan. Ron Salves is buitenspel nog. Jawel. Van Ronaldo, maar maakt allemaal niet uit. Ronald de Boer. Overtreding van Stam leek dat. Bergkamp. Dat was niet moeilijk voor André Luiz. Ja, ik kan dat makkelijk zeggen van hieraf, maar als Nederland nog wat wil, zal het er toch een schepje bovenop moeten gooien. Maar waar is het schepje? Vraag je af. Seedorf. Bergkamp. En weer Seedorf. Reiziger. Van Bronckhorst. Amaral kwijt. Van Gastel voor het eerst. Het was geen makkelijke bal.
De Boer. Ronald de Boer. Nieuwman. Kon de bal niet goed drukken. Van Gastel. Hij heeft een goede pegel in het rechterbeen. Hier het werk van Van der Sar bij die hoekschop van Leonardo met één vuist. Dat is nuttig. Inmiddels Ronald de Boer. Op rechts gaat Reiziger. Ronaldo is weg. Ronaldo is weg. Van der Sar. Prima gedaan. Hij wacht zijn momentjes af, Ronaldo. En hij wordt ook feilloos aangespeeld. En Van der Sar redde bekwaam. Bergkamp. Ja, je moet gewoon Bergkamp. Terwijl Sergio er zo in zal komen. Van Gastel. Seedorf. Seedorf. Gestart en volgens mij was André Luiz geen buitenspel, maar de grensrechter vlacht. Ronaldo stond wel buitenspel. Dat wel. Donizete gaat eruit en dan Sergio Manuel erin. Die in Japan voetbal, Osaka. Het geeft ook wel aan dat Brazilië deze wedstrijd meer dan serieus neemt. Seedorf. Ja, belachelijk dat wanneer Seedorf aan de bal is, oké, hij speelt een slechte wedstrijd, maar het is echt belachelijk dat er dan gefloten wordt. En dit kan ik heel goed begrijpen van Seedorf. Omdat er ook een gedeelte op de tribunes voor hem klapt. Maar dat laten sommige mensen zich kennen. Ik heb er echt geen woorden voor, hoewel, ik zei er wel wat over. Zeven minuten nog voor Nederland. We gaan nog een keer kijken naar die lichte overtreding van Taument. Ronaldo. Sergio. Zagallo kan met dit Braziliaans team toch nog voorlopig vooruit ook. González, de oudste met 30 jaar, hoeft ook geen kwalificatie te spelen voor Frankrijk als wereldkampioen. Kan dus op het gemak tussen aanhalingstekens, want veel tijd krijg je ook in Brazilië niet als coach. Kan toch bouwen aan een ploeg die er in Frankrijk zal staan. En dit wat hier staat is ook al niet onaardig. Taument. Moet terug. Nieuwman. Boer, goed gedaan. Nieuwman. Bergkamp. Van Gastel gooit zijn hele ziel en zaligheid erin. Dat is een overtreding van Stam.
Nog een wissel bij Brazilië direct. Jardel. Die bij Porto voetbalt. Gaat er nog een paar minuutjes volmaken. Dit ligt niet aan uw toestel hoor, het is de speaker die zich probeert verstaanbaar te maken. Ronaldo gaat eruit in de tussentijd. En zoals gezegd, Jardel is zijn vervanger. Ronaldo die toch af en toe heeft laten zien dat het verdomde jammer is dat hij niet meer op de Nederlandse velden te bewonderen is. Maar bij Sport 7 zullen we zo nu en dan wel beelden laten zien van Barcelona. En dan zal hij ongetwijfeld zijn kunsten vertonen. André Luiz inmiddels. Reiziger. Vier minuten nog en de eerlijkheid gebied te zeggen dat Nederland nou niet echt de indruk wekt dat het nog tot een groot slotoffensieve staat is. Maar je weet het maar nooit. Giovanni. Amaral. Nou weet ik niet wat Tomenta deed hoor. Maar de vrije trap is gegeven, André Luiz. Sergio, een Jardel is dat. Amaral. Cafu en Amaral. Dat is een achterbal. Seedorf. Weer dat belachelijke gefluit. Prachtige actie, Seedorf. Zo krijg je de mensen stil. Ah, ik kan het heel goed begrijpen dat Seedorf dat dan opzoekt. Die individuele actie. Je kunt toch voetballers, mensen in het algemeen, niet meer pijn doen dan ze op die manier te beledigen. En waarom, vraag je je af.